Wakker worden, hè? Hij slaapt ook. Hij snurkt. Wil je 100 euro verdienen? 100 euro, jongen. En 1000? 10.000? Alle sprookjes dronken. Is het alweer tijd voor een verhaaltje? Laten we kennis maken. Hoe heet jij? Ik vind het bijzonder leuk dat je er bent. Was het elke dag maar zulk heerlijk weer. Ik wil niet nieuwsgierig lijken. Maar hoe oud ben jij? Zal ik je vertellen dat ik al honderden jaren oud ben? Jij mag kiezen. Wil je een verhaal over Assepoester of over Wolf horen? Assepoester! Assepoester, zeg je? Dat is goed. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat het anders was. Het was een lange, koude winter in het Sprookjesbos. Assepoester was snip verkouden. Arme Assepoester. Ja, ze... Gezondheid. Ze raakte maar niet van haar verkoudheid af. Warme thee met honing, dat helpt. Ze had echt alles al geprobeerd. Een hoestdrankje, een warm waterkruik in bed, warme thee met honing. Maar de verkoudheid ging niet weg. Dan moet je naar de dokter. Nou, ten einde raad ging ze hulp zoeken bij Heks. Ze hoopte dat die zo vriendelijk wilde zijn om haar een kruidendrankje te geven. Heks, daar geloof ik niks van. Inderdaad, die lieve Assepoester was te goedgelovig. Ze nam het brouwseltje van Heks aan, hopend dat het haar zou genezen. Maar het maakte haar nog zieker. En zo hoopte Heks de macht in het Sprookjesbos te kunnen overnemen. Wat gemeen van Heks! Assepoester lag nu de hele nacht in bed te niezen en te niezen. Je kon haar genies door het hele Sprookjesbos horen. En toen? Niemand kon nog slapen van het genies. Ook Heks lag er wakker van. Toen Assepoester de volgende nacht nog steeds lag te niezen, toverde Heks een wondermiddel voor prinsessen. Assepoester dronk het op en nieste nog één keer heel hard. Gezondheid! Dank je. En Assepoester was genezen. Maar wat Heks niet wist, was dat het wondermiddel haar juist aan het niezen maakte. En toen begon zij de hele nacht door te niezen. Zo zie je maar, wie een kuil graaft voor een ander. Zo heeft Klein Duimpje ooit... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat het anders was. Zal ik erover vertellen? Ja. Laten we kennis maken. Hoe heet jij? Wat een leuk koppie heb jij. Ik word er helemaal vrolijk van. Was het elke dag maar zulk heerlijk weer. Hoe oud ben jij eigenlijk? Dat is een hele mooie leeftijd. Je mag kiezen. Wil je een verhaal over Wolf of over Heks horen?
We leven hier in het sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat het anders was. Wolf was op zoek naar een lekker hapje. Altijd maar eten en eten. Hij denkt ook aan niets anders. Hij had Roodkapje in het bos zien lopen en zocht haar overal. Gelukkig had Roodkapje hem ook op tijd gezien. Ze verstopte zich snel achter een boom. Goed zo, laat Wolf je niet zien hoor. Wolf was woedend omdat hij Roodkapje weer niet vond. Hij bedacht dat er veel te veel bomen in het bos stonden. Daardoor kon Roodkapje altijd ontkomen. Daarom besloot hij de bomen in het bos te gaan omkappen. Hij pakte een bijl en begon de jonge boompjes om te hakken. Oh, arme boompjes. Op het einde van de dag lag er al een heel stuk van het bos plat. Wolf was best trots op zichzelf. Straks kon Roodkapje zich nergens meer verstoppen, grijnsde hij. Oh jee, als dat maar goed afloopt. Tja, Wolf had iets over het hoofd gezien. Als hij alle bomen rooide, kon hij Roodkapje natuurlijk wel zien. Maar kon de jager hem ook overal zien. Dus toen er weer een boom tegen de vlakte ging, stond daar opeens een jager met zijn geweer. Pak hem, jager! Pak hem! Wolf vluchtte weg. Het scheelde niet veel of de jager had hem te pakken. Gelukkig voor Wolf was het bos nog groot genoeg om zich te verstoppen. Nou ja, jammer hoor. Wolf besloot om de bomen maar te laten staan. Zo zie je maar. We hebben bomen en bossen allemaal nodig. Dat doet me denken aan die dag dat heks. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal. Kijk eens aan, bezoek, ook zo.